We spelen het toch kort en beheerst. Hier glijdt Posca weg. Ivezic. Bunema. Gestoord door Pier Tol. Bunema blijft in bezit van de bal. Stopira. En de voordeelregel. Ruimte voor Bunema. En binnendoor gaat Ilkalic. Bunema. En die treiter. Goed gered met één hand. Meijer. Ronald Wijsters. En de openingsfase is toch een beetje anders dan de mensen hier in Alkmaar hadden verwacht. Socio het plakt niet op de eigen goal. Het durft te komen. Posca. Bunema. Nog altijd. Meijer. Bunema. Komt naar binnen voor een schot. Een vies schot. Op de paal. Stopira. Nog een kans. En het is 1-0. Het is 1-0 voor de Fransen. Het ongelooflijk is gebeurd. Een prachtige goal. Giangini. En hij scoorde ook al in Socio. Let u op Bunema. De kleine handige speler. Hij houdt de bal onder controle. Even ophouden daar aan de linkerkant. Bunema kijkt. Dreigt voor een schot. Schiet dan ook. Stuit in de bal. Eddie Treitel mist hem half. Stopira. Die legt een beheers terug. Zanzini. En die schuift hem met zijn rechterbeen kansloos in de hoek. Peters. En Jos Jonker vrij hier op links. Niegaard, Jonker. Jonker achtervolgt een Revelli. Goed over. In het zijne. Goeie actie over rechts. Belzel raakt het zijne. Ruimte van Jos Jonker. Johnny Metcalf. En heel langzaam drukt AZ Socio steeds verder terug op het eigen 16 meter gebied. Niegaard, Jonker, de opening naar rechts, maar wel breed. Kirsten Niegaard, ruimte. Johnny Metgod, 1-2, Kirsten Niegaard, Metgod vrij. En een schitterende goal van Johnny Metgod. Maar een voortreffelijke actie met Kirsten Niegaard. 1-1 hier in Alkmaar. Heel goed, Johnny Metgod geeft aan. Kirsten Niegaard laat de bal vallen, geen sprake van het buitenspel. Ineens op de binnenkant van de voet. De keeper ziet er niet voortreffelijk uit. En het is 1-1 hier in Alkmaar. Na een kleine 20 minuten spelen. Johnny Metcalf. Hij ging heel goed. Hier mag AZ combineren. De muur ligt rond het 16 meter gebied bij Socio. Het middenveld is absoluut voor AZ. Metcalf. Kirsten Niegaard. Die kan een bal zo voortreffelijk laten vallen. En daar! En Jos Jonker met het rechterbeen. 38 minuten gespeeld. En weer was de man die het spel inleidde. Kirsten Niegaard, daar komt weer. Zo'n vallende bal, nu met het rechterbeen. Koet Welzel, heel beheerst. Het lijkt op Hens. Jos Jonker in de hoek. En AZ leidt met 2-1. Jos Jonker is de man die nummer 1 zit schoot. Na 38 minuten. Komt hij weer aan. Kist. Wijsters. Oeh, wat een knal. Van deze Ronald Wijsters. En weer naar zo'n lange vallende bal van Kirsten Niga. Sanduna. Heeft Niga het niet gezien. Kees Kist. Kist, 1-2 met Koet Welzel, goede redding met de rechterhand van Ruud. Voortreffelijke actie tussen Kist en Koet Welzel. Velbers langs de man heen. Wijsters, Richard van der Meer. Vallende bal op Peters. Ivezic, gevaarlijk gespeeld. Koet Welzel. Posca. En goal, Jan Peters. Met het linkerbeen. Uit een totaal ongevaarlijke situatie krijgt hij de bal ineens voor het linkerbeen. En hij scoort 3-1 voor AZ. Koet Welzel.
aan de achterlijn. Speelt de bal terug. Fosca lijkt hem te pakken. Peters, de keeper, staat volkomen op het verkeerde been. Een onnodige goal, maar koelbloedig afgestraft door Jan Peters. AZ leidt hier met 3-1. Bunnewa, Collin, Iversic. Jackie Collin. Meijer. Collin. Sanduna. Goed naar Meijer. Meijer alleen. Schot Meijer. En onder Eddie Krijpel door. Brengt Meijer de stand op 3-2. En wie had dat verwacht? Kirsten Nygaard. Waar is die vrije man? Peters. Johnny Metgod, zeer behoudend spelend in de tweede helft. Zeker het laatste half uur van de tweede helft. En in geen risico's meer, vindt heel goed. Richard van der Meer. Peters, tot zo. Goeie redding, Ruus. Betreffelijke actie. Peters. Patrick Rugali. AZ wint met 3-2 van Sochaux. Het zit in de finale van de Europa Cup 3. Wie de tegenstander gaat worden, dat is hier op dit moment niet bekend. Het wordt of Cullen of Ipswich. Het heeft veel moeite gehad met Sochaux AZ. Johnny Metgod, dat was duidelijk een van de betere spelers. Scheidsrechter Reinea.